Aan tafel zit Antoinette Hetzenberg. We gaan het hebben over antibiotica-resistentie. Dit staat in de top 3 van de meest zorgelijke ontwikkelingen in de wereld. Wereldwijd sterven 700.000 mensen per jaar aan infecties waar geen middel meer voor is. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot actie. Maar er is een oeroude vergeten oplossing voor antibiotica-resistentie, afkomstig uit Georgië en Rusland. De bacteriofaag. Voor haar nieuwe serie Dokters van Morgen reist Antoinette af naar Georgië. Ja. Eerst maar eens beginnen met die resistentie. Wat betekent dat precies? Dat het helpt niet meer als je antibiotica slikt? Of? Nee, dan heb je bijvoorbeeld een bacterie in je blaas of in je longen. Je krijgt antibiotica, dat helpt niet. Krijg je zwaardere antibiotica, helpt ook niet. Dan krijg je antibiotica in het ziekenhuis. Ga je zes dagen plat en dan spuiten ze het rechtstreeks in je lichaam. Helpt ook niet. Dan krijg je een dubbele dosis van de laatste antibiotica. Dat helpt ook niet. En dan wordt er vaak tegen familieleden gezegd, of tegen patiënten gezegd, u moet ermee leren leven als het geen dodelijke bacterie is. Of tegen de familie wordt er gezegd, u moet afscheid gaan nemen van elkaar. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie alarmerende proporties. Recent onderzoek wijst uit dat als we niets doen, er in 2050 wereldwijd 10 miljoen mensen zullen sterven aan antibiotica-resistentie. 10 miljoen mensen? Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Het is echt een megaprobleem. Je zou denken, alle knappe koppen bij elkaar, die zoeken dan naar, nou ja, de kennis die er is. Ja. En als er dan iets fantastisch is, dan gaan we dat met z'n allen in ieder geval, gaan we daar voluit, gaan we daar onderzoek naar doen. Vanzelfsprekend, niets van dat al. Maar wat blijkt, er is redding. En die is er al hartstikke lang. Alleen dat weten we dus blijkbaar niet. Nee. Namelijk de bacteriofaag te verkrijgen in Georgië en Rusland. Ja. Hoe kwam jij erachter? Nou, heel simpel gezegd, tijdens een redactievergadering ongeveer een half jaar geleden, we hebben één keer eerder kort aandacht besteed aan die bacteriofagen. En die zei antibiotica-resistentie. En wij hadden ook zoiets, wij moeten iets met dat probleem, want dat is heel belangrijk. En toen zei een van onze redacteuren bacteriofaag. En die had er ervaring mee vanuit de vee-industrie. Daar wordt ook veel antibiotica gebruikt. Mm-hmm. En toen zeiden we, bacteriofaag. Het blijkt net zo oud te zijn als antibiotica. Het Pasteur Instituut in Parijs was ook betrokken bij de ontdekking van de bacteriofaag om die in te zetten als therapie. Maar er is ingezet op antibiotica omdat het makkelijker te patenteren was. Mm-hmm. Het werkte heel snel en destijds nog heel erg goed. En het feit dat antibiotica ook heel veel goede bacteriën doodt, werd toen voor lief genomen of soms zelfs als een soort voordeel gezien. Want men wist nog niet hoe belangrijk goede bacteriën waren.